op ons YouTube kanaal. Vandaag gaan we de Q&A doen. En we hadden jullie op Instagram gevraagd ons vragen te stellen via Saraha of zoiets. Dat is nog altijd moeilijk om uit te spreken, hè? Ik weet niet hoe het uitspreekt. Saraha. Saraha of zoiets. Dus dat hebben jullie ook gedaan. En wij gaan deze vragen nu beantwoorden voor jullie. Eerste vraag is: hey Talisa, wat zouden jullie doen als je partner je meerdere keren bedriegt, beloftes niet nakomt en zich niet aanpast, / dingen blijft doen waar je niet tegen kan? Oei. Dat zal direct beginnen met een stevige, hè? Ja, wat zou ik dan doen? Ja, voor mij moet dat dan niet meer, denk ik. Als hij meerdere keren bedriegt, klinkt zoals Temptation Island, als Kevin en Megan op Temptation Island. Een beloftes niet nakomt, vind ik ook mannelijk. Ja, en zeker dat laatste, als hij zich niet aanpast of aan dingen waar, wat jij vraagt of wat. Ja, natuurlijk, je kunt een persoon niet helemaal veranderen of kneden, maar als er echt dingen zijn die echt storen en die dan ook oprecht erg zijn of zo, dan zou het wel natuurlijk leuk zijn als die andere persoon erop let. Ja. Als er iets was wat ik echt niet zou tegen kunnen bij u of zo. Ik weet niet wat, maar stel dat je bij je vrienden vuile dingen over mij zei of zo, dan zou dat wel leuk zijn als je die dingen niet meer doet en je aanpast en dat niet meer doet. Ja, en als dat niet gebeurt, dan past je gewoon niet samen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dan stopt het beter. Oké, je kunt dat misschien wel door de vingers zien, tot op een bepaald punt, denk ik ook. Er kunnen in het leven wel fouten gemaakt worden, vind ik, hè. Ik weet niet hoe jij daarover denkt. Ik denk wel, oké, we zijn allemaal mensen en er kan wel eens een fout gemaakt worden, maar ik denk ook dat je gewoon voor jezelf moet denken, waar is mijn waardigheid? En ja, moet denken van, oké, die heeft me, stel, 5 keer bedrogen. Moet je ook denken van, ja, oké, dit ben ik niet waard, dus het stopt hier voor mij. Ja, soms moet je beslissen als het goed is voor jezelf, ja, om verder te gaan of niet. Ja, inderdaad, dat is waar. Volgende vraag. Er zijn trouwens geen namen, want hier kon iedereen anoniem vragen stellen. Ja. Dus de volgende vraag is: wat vinden jullie het mooiste aan elkaar? Qua uiterlijk zou we zeggen. Uiterlijk? Of innerlijk. Ja. Uiterlijk. En innerlijk zou we zeggen. Oké. Mijn uiterlijk aan u zijn er wel 2. Mag je dat ene. Ook? Nee, ene. Nee. Het mooiste. Nee, dat kan ik niet kiezen. Het mooiste. Oké. Nee, zeg maar. Ik vind Sam zijn ogen het mooiste en zijn armen en handen. Dan zijn er 3 eigenlijk. Ik vind uw armen en uw handen heel mooi, maar dat weet je. Ja, en ik vind echt wel, hele ja, mooie mannelijke handen. En ik zie heel graag zo aders en dat heb je heel hard. Allee, als je zo warm hebt of zo. Ja, gelijk niet. Ja, laat eens zien. Dat is toch sexy? Ja? Ja, nee, niet zo veel. Jawel, je hebt dat wel. Nee. Hier zo, ah, ja, je ziet dat wel. Ja. Ja. Ik vind dat heel mooi. Ik vind dat je heel mannelijke handen en armen hebt. Plus u. Nee. Ja, ik vind net dat ik zo heel dunne handen en alles heb. Dat is niet. Je hebt kei mooie mannenhanden. En toch zijn jullie. Ik zeg niet dat ik vrouwenhanden heb, maar. Ja, oké. Bedankt. En dank uw ogen vind ik ook heel mooi. Sam heeft heel mooi blauw. Dat zijn 3 dingen, hè? Ja, sorry. Als ik moest kiezen, dan zou ik uw ogen kiezen. Nee, ik val sowieso altijd op ogen. En ik vind die ogen super, super, super mooi. Echt waar. Ik ben verliefd op je ogen. Oh. En uw lachske vind ik ook fijn. Als je lacht, ja. Oh, cutie. Voilà. Sweet. En dan innerlijk denk ik dat mij het mooiste aan u vind ik. Je bent heel zo caring. Hoe zeg je dat? Zorgzaam. Je zorgt heel goed voor mij, maar ook voor andere mensen rondom u die je heel graag hebt. Zo alles voor iemand die je graag ziet en waar je van houdt doen. En altijd wel dat die persoon zich goed voelt. Dat vind ik het mooiste aan u. Ja, dank je.
blijven. Het mooiste wat ik aan u vind, ik vind het wel, je bent heel impulsief. Dat kan soms goed zijn, soms niet zo goed zijn, maar ik vind het heel chic dat je gewoon zo gedreven bent. Zoals je iets in je hoofd hebt, dan gaat je er ook voor en dan doet je dat en dan vind ik chic dat je zo... Ah, ik ben trots op u zo voor dat wat je allemaal doet, dat vind ik cool. Zo ja, dit is dat goed. Dat is toch de liefste, ja. Dan zegt iemand... Hey, ik vind jullie vlogs echt super leuk. Blijf zeker doordoen. Gaan we zeker doen. Dat is geen vraag, hè. Dat is geen vraag, maar dat is geen cue. Krijgt geen Hoe komt het dat jullie terug samen zijn? Ja, we hebben hier wel een video rondgemaakt, maar blijkbaar heeft niet iedereen die gezien. Nee. We zijn elkaar eigenlijk terug tegengekomen, echt op Pukkelpop. We hebben hele Pukkelpop gebabbeld eigenlijk, die eerste avond, hele avond. Dan heb ik de derde dag nog eens gezien gebabbeld. Mm-hmm. En toen zeiden we van waarom spreken we niet eens af om bij te babbelen. Mm. En dan hebben we dat gedaan. Toen zijn we terug beginnen sturen heel veel. En nog eens afgesproken, En ondertussen woon ik hier. Terug. Sheldon is joining us. Dan is de volgende vraag. Hoe ziet jullie ideale huwelijksreis eruit? Welke activiteiten waar? XOXO. Eigenlijk hebben we dat nog niet besproken. Nee. Maar ik heb wel voor mezelf, denk ik, zo. Ja? Nee? Ja, ik heb ook voor mezelf iets. Ik ben benieuwd als dat hetzelfde zou zijn. Maar dat is iets waar we eigenlijk totaal nog niet aan gedacht hebben. Nee. Trouwen en zo wel, maar niet huwelijksreis. Nee, ik weet niet. Als we hetzelfde. Ja. Ik zou eventueel wel graag naar Bora Bora of de Malediven gaan. Maar dat is natuurlijk wel heel duur. Wat ik zou willen doen op mijn huwelijksreis is niet te veel. Gewoon van elkaar genieten. Lekker eten, samen leuke dingen doen. Bijvoorbeeld eens gaan fietsen samen. Of snorkelen. Dat zou ik ook wel graag eens willen doen. Samen. Wat? Nee, ga maar. Vertel maar door. Oeh, is dat helemaal anders dan nee, vertel maar door. Oké. Dus ik zou eventueel wel graag eens willen gaan snorkelen of zo. Of zo een dagje met de boot weggaan of zo. Wat? Waarom lacht je? Nee, zeg maar. Wat is het dan? Ja, zo'n dingen gewoon. En vooral ook gewoon lekker eten, 's avonds leuke cocktails drinken, bij elkaar zijn, op het strand naar de zonsondergang gaan kijken. Mm-hmm. Maar niet per se heel veel activiteiten. Eerder zo'n beachy activiteiten. Oké, klinkt goed. Waarom lacht je? Voor onze huwelijksreis zou ik heel graag naar Bora Bora of de Malediven wel gaan. En ik zou het graag rustig houden en beachy. En echt? Als activiteit zou ik willen gaan wandelen of snorkelen en een boottocht. Heb je echt hetzelfde? Echt waar, was letterlijk wat ik dacht. Wat de hel? Ja, echt waar. Passen we dus zo goed samen. Dat was grappig om te horen. Dat was echt precies wat ik me hoopte. Ik dacht echt niet dat jij dat had. Ik dacht dat jij naar Bali zou willen gaan of zo. Ja. Ik wil heel graag eens naar Bali, maar niet als huwelijksreis. Dat zou ik zeker niet willen. Ik vind zo Bora Bora normaal. Ja, ik zou echt iets idyllisch willen voor huwelijksreis. En Bali is ook heel mooi, denk ik. Ik ben er nog nooit geweest. En niet te veel doen, gewoon zo. Genieten van de schoonheid en de rust. Ja. En dan in zo'n chique overwatervilla zo, op het water van huisje. Ja, met een hangmat en een buitendouche. Nu zijn we over idealen bezig. Ja, dat is wel echt de ideale huwelijksreis. Maar of dat ooit zo gaat zijn, dat weten we niet. Oké, dat is het goed, hè. Volgende vraag is, hoe zijn jullie op de namen van jullie katten gekomen? Dus allebei Milky is de eerste. We hebben eigenlijk in de auto, weet ik nog, toen we die gingen halen. Mijn zus was er ook bij. Milks! Kom eens zeggen. Milky zit daar, maar. Milky! Kom niet. Nee, die is half aan het slapen. Ja. En in de auto waren we aan het denken en ik wou heel graag Snowball. Ja. Weet ik nog. En ik wou heel graag een witte langharige kat. Mm-hmm. Dat wou ik heel graag. Toen zagen we Milky daar zitten. Enige witte langharige kat. Ja, een broertje van Milky was er ook, hè, maar die kroop al zo direct weg. Ja, die was heel bang. Ja, Milky ook, maar iets minder bang. Ik wou heel graag Snowball, weet ik. Maar dat vond jij niet zo mooi. En toen kwamen we bij iets van melk, want het was in het thema wit. En toen weet ik nog Milky Way. Milky Way, we nemen Milky Way. Maar Milky Way
dat zeg je toch zo niet helemaal. Dus toen hebben we besloten om gewoon Milky afgekocht, te nemen. Ja. Hé, Milky Way. Hé, Milky. Milky is echt dat. Dat is een kleine melkflexje, ja. Hè? En dan de naam van Sheldon. Ja, die was al gekozen. Sheldon noemde al Sheldon. Eigenlijk voordat we Milky gingen halen, hadden we eerst oog voor Sheldon. Via Pieter, ja, een vriend van ons. En uiteindelijk gingen die mensen Sheldon houden voor shows en zo te doen of zoiets. Mm-hmm. Of kattenshows. Kattenshows, ja. En toen hadden we Milky en ik in november en ik denk in februari stuurde Pieter ons van de kat is er nog en ze gaan die nu toch wegdoen, want ze gaan shows doen met het zusje van Sheldon. Ja. En niet meer met Sheldon. Dus mochten we die gaan halen, gaan kopen. En die noemden als Sheldon. Dus en dan vonden we een goede naam. Ja, want we keken graag en kijken nog graag de Big Bang en zo. En Sheldon zag er zo wel dorky uit. Dus we dachten, ideaal, past wel bij die. En dan Muffin, dat is eigenlijk van mij alleen, daar was je niet bij. Mm. Ik wou graag iets wat goed bij Milky paste. En ik had sushi en zo in mijn gedachten. Ja, ik wou sushi en ik had heel veel gedachten en ik had redelijk wat dingen opgeschreven en ik kwam er niet uit. En toen stuurde Céline mij een bericht van een muffin, vind je dat niet mooi? En toen dacht ik, dat is het, muffin. Dus eigenlijk heeft Céline muffin haar naam gekozen en ik vond het mooi, Milky en Muffin. Ja, vind dat ik wel mooi. En als we een vierde kat gaan halen, dan wil ik die Marble noemen. Maar ja, dan past Sheldon wel zo niet erbij. Of we moeten iets van Sheldon en iets erbij. Met ja. Dus dat zullen we zien. Hè. Maar er komt geen vierde. Volgende vraag. Wanneer komen er baby's? Oh god. Die vraag krijgen we wel vaker precies. Ja, ja toch zo online. We zijn allebei echt nog niet bezig met kinderen of met baby's. No. We zijn, ik word 27, we worden allebei 27. Mm-hmm. En wij vinden dat wij daar zelf nog niet klaar voor zijn, omdat wij graag nog heel veel dingen doen. Wij gaan graag in het weekend eens met vrienden weg. We gaan graag eens eten door de week. We gaan graag op vakantie. We gaan graag last minute een weekendje weg. En we leven nog veel te graag. Oké, met kinderen kun je dat ook allemaal. Maar toch, kinderen veranderen voor een heel groot deel je leven. Je hebt veel meer verantwoordelijkheid. Je moet meer zorgen van, ik moet toch om 8 uur naar huis, want mijn kindje moet gaan slapen. Of je moet een babysit zoeken. Mm-hmm. Of je moet van alles. En daar zijn wij... Daar hebben wij gewoon totaal nog geen plaats voor in ons leven. Nee, ik voel me daar ook nog veel te jong voor eigenlijk. Inderdaad. Ik weet niet. Dat past nog niet in. Nee, we vinden het voorlopig goed zoals het is. Ja. We willen heel graag kindjes. Hè? Ooit, kan ik toch zeggen, zeker, voor ons allebei. We hebben daar ook al eens over gesproken en zo in het verleden. Dat we allebei heel graag kinderen willen. Maar niet nu. Nog niet, nee. Dat, voor mij mag dat binnen 3-4 jaar als ik daar. 30 zijn of zo. We willen nog veel te veel doen. Ja, we willen nu nog zoveel doen en ook nog zoveel ondernemen en, en we willen graag nog zoveel zien en we zien gewoon geen plaats voor kinderen in ons leven momenteel. Ja. We hebben dan wel 3 katten, maar dat is gemakkelijk, want je zegt ik ga weg en die hebben eten en drinken en die kunnen de hele dag alleen zijn. Of, allee, dat is helemaal anders. Als je dat wilt aan beginnen, moet je er echt wel... Ja, moet je er echt wel 100% voor gaan. Ja. Want ik denk wel, mensen zeggen altijd, je kunt echt nog wel van alles doen. En je kunt nog op reis en zo. Dat is waar, maar het gaat toch anders zijn. Ja. En je gaat veel meer verantwoordelijkheid hebben. En dat willen wij momenteel nog niet. Oké, next. Ja, next. Moeten jullie dieren zijn? Moesten jullie dieren zijn? Welk dier denk je dan dat de andere zou zijn op basis van karakter? Oeh. Dus bijvoorbeeld een trouwe hond of een sluwe vos. Ik weet wie Sam zou zijn. Of wat Sam zou zijn. Oh, zeg het eens. Jij zou Sheldon zijn. Sheldon is u. Echt? Ja, Sheldon is ook zo'n beetje nerdy. Dorky zo'n beetje, zoals Sam ook soms kan zijn. En dat is toch goed? Dat is toch leuk? En Sheldon is heel lief,
Als je in de zetel ligt en zo, Sheldon komt zo echt heel lief bij je en die zorgt zo voor je. En die zo... Oké, die wil ook veel aandacht, dat wil jij niet per se, maar Sheldon is wel heel lief. En Sheldon kan soms ook heel klunzig zijn, dat kun jij ook. Beetje. Voilà, Sheldon is gewoon u. Ik zou u, als ik zo'n dingen, een bezige bij. Zou ik zeggen. Een bezige bij. Een bezige bij. Die gaat zo overal. Okay. En soms komt hij zo... Een wesp zo... of een bij? Nee, een bij. Want kan ik kan soms ook wel eens steken. Ja, daarom. Ik wou juist zeggen, je kunt wel eens steken. En je kunt ook zo soms over bij mijn oren komen. Zo heel irritant. Zo. Nee, dat is niet waar, hè. Nee, je bent een goed bezig bij. Oké, okay, ja. Of een stresskip. Kan ik ook nog steeds. Nee, dat wel, hè. Kan een kakelen kun je ook, hè, dus. Een kip zou ik eigenlijk ook kunnen zijn. Kipke, want ik kan echt wel goed babbelen en kakelen. Ja. Dat is misschien nog beter. Inderdaad. Oké, we gaan de Q&A in twee splitsen. Want we hebben nog heel veel vragen en anders gaat onze video veel te lang worden. Dus de andere vragen beantwoorden we in de video van... Morgen! Tot... Morgen! Ik raak er niet! Oh!